Welkom terug bij Winslyn. Een van die grootste uitdagings wat entrepreneurs in die gesig staar is gespecificeerde financiële advies. Nie elke besigheid lyk precies dieselfde nie. Maar as Broodryk self ook 'n entrepreneur, het hierdie uitdaging in 'n oplossing opskep en so is The Bean Counter gebore. Welkom Marnus. Baie dankie. Marnus, vertel ons meer, wat by ons Bean Counter? So, ons is 'n rekenmeestersfirma, maar met 'n klein bietjie van 'n verskil. Ons het 'n baie groot fokus op tegnologie. En ons biedt outsourced accounting services voor SME's aan buitenkant. En ja, so ons vat basis jou financiële departement of divisie. Jy outsource het naar ons en ons maak seker dat dinge daar glad loop. Daar is baie mense wat sal sê, maar jy nou, daar is klomp boekhouers daar buiten. Hoe het jy besef, nee, daar is eintlik een groot gaping in die mark, ja, vir Beancounter specifiek? Ja, ek denk dat het begin toe ek klaarskap gedoen het, toe ek met so baie bezighede gewerk en bezigheid. Eienaars het altyd hierdie behoefte en entrepreneurs het behoefte om meer inligting te kry. En jy, hierdie reactieve dienst van 6 maanden na financiële jaar einde, kry jou financiële state en jou rekenmeester sê vir jou 6 maanden terug het jy 1 miljoen rand verlies gehad. Dit werk net nie in vandagse vinnige besigheidswereld nie. En ek het die behoefte gehad en gesien om goeie, akkurate inligting vir besigheidseienaars te gee. En ons het tegnologie gebruik om het recht te kry. So wat, kom ons praat oor die tegnologie. Hoe het julle spesifiek tegnologie gebruik om boekhouding makkeliker te maak vir 'n klein besigheid? Ja, so, daar is baie goeders wat ons gebruik en baie applications wat ons gebruik. Die grootste ding is automatisering en om die processe recht te kry. So, een van die groot goeders wat ons gebruik, as jy net na data kyk in besighede, jy vat het uit een rekenaar uit, jy print het uit, jy kry mense om die selfde data weer terug in een rekenaar te sit, dit werk net nie. So ons gebruik processe en Sage One is Sage Pastel's cloud application en ons gebruik dit en hulle gaan dit binnenkort launch en ons is bezig met hulle beta wat jy iets inscan en is automatisch in jou application data geprocesseer en al. So kom ons praat oor, normaalweg sal ek een skoenboks met al my slippies en invoices en fakture en dan vat ek het aan my rekenmeester toe en dan vat ek gemiddelik 3 maande, dan krijg jy vir my inlichting. Hoe werk julle proces anders? Want dit is hoe meeste boekhouders werk. Ja, verseker, 95-99% van boekhouders werk. So, hoe ons dit anders sal doen, is ons sal scanner by jou kom neerset en ons sal sê, scan elke dag jou slippies vir ons in en mense denk, scanning is moeilik, jy tel die ding op en jy sit het in, dit is glad nie so nie, jy druk het in en het scan deur. Ons sal het dan op 'n dagelikse basis kry en processeer en jy is dageliks op datum. Kom ons praat oor jou as een entrepreneur. Jy het ook een blog wat jy skryf. Ja. Nou, baie ons sê, spandeer jy nie genoeg tyd in jou besigheid en het jy nog een behoefte om nog iets te doen. Hoekom is het vir jou nodig om een blog te gaan skryf? En waaroor gaan hierdie blog? Ja, soos jy sê, ek is ook self een entrepreneur en ek is passievol oor klein besighede. Ek is passievol oor entrepreneurs. En dis lekker om met vriende te praat en dis lekker om met entrepreneurs te praat. En dis net bykie my uitlaatklep wat ek net skryf. Ek het vandag weer iets geskryf oor entrepreneurs wat mense so makkelijk sien en ek het geskryf oor dat het nie makkelijk is nie. So dis maar net my eie uitlaat. Kom ons praat oor die artikel. Jy sê vir entrepreneurs, entrepreneurskap is nie makkelijk nie. Waar denk jy het mense die misconceptie oor wat entrepreneurskap is? Ja, dit is verseker so. Mense denk dit is makkelijk en ek denk die media en die samenleving het bykie vir ons gegeen. En mense denk as jy entrepreneur is, jy kan werk van waar jy wil, jy is in beheer, jy stuur mense rond, jy maak die meeste geld en dit is glad nie so nie. Entrepreneurs, ons is die ouwens wat die laatste werk, jy betaal eers allemaal anders te voor dat jy jyself kan betaal. En dis een rowwe pad, maar dis nie moeite waard. Ek is een groot voorstander om een goeie boekhouwer te hee. Wat denk jy gaan verkeerd soms tussen entrepreneurs en hulle boekhouwers? Ek denk ons industrie is helemaal te starig. Soos ek sê, 95-99% is nog steeds op die ouwe systeme. En besighede is vinnig. Jy kan nie as jy ergens wil gaan Uber op jou phone kry, jy wil met mense connect, jy gaan op Facebook, maar as jy wil weet wat in jou besigheid aangaan, moet jy 6 maanden wacht om te hoor wat verlede jaar in jou besigheid. Daar is een groot misconnect daar so. Entrepreneurs is dikwels die ouwens wat die visie sien, of die groter prentjie sien, en dan het jy een boekhouwer wat allemaal sê, is die rem op jou bezigheid. Jy het een artikel geskryf waar jy gesê het, is your accountant not killing your business? Hoe kom het jy dit geskryf? Ja, dit is verseker wat daar buitenkant gebeur. Jou rekenmeestersfirmas en jou rekenmeesters, hulle is nie by jou besigheidseienaars nie. So die besigheidseienaar, hy wil op cloud wees, hy wil applications hê, hy wil al die goeders hê, terwyl jou rekenmeester nie daarop is nie. So jou rekenmeester sê vir jou, nee, die program gaan nie werk nie. Jy moet eerder nog op een desktop program wees, terwyl daar great applications daar buitenkant is. En as jy regte rekenmeester kry, gaan hulle dit maak werk. Kom ons praat oor klein besigheid in Suid-Afrika. Wat denk jy is die grootste uitdaging vir klein besigheid hier op die oomblik?
Ik denk dat het baie goed is. Dat is so baie goed is wat in de economie gebeurt. Dat is so baie red tape wat bezigheden moet aan voldoen. Om een entrepreneur te wezen in de eerste plek is net moeilijk. Dat is stakings, dat is zoveel kwesties daarbij te gaan. Maar ik denk verzeker red tape en om bij alle goeders uit te komen is verzeker de grootste uitdaging. Ik wil graag in focus op die red tape waarvan je praat. Wat is die eerste red tape wat klein bezigheden heeft op die oomblik? Dat is ongelooflijk baie. En ik heb een beetje van een controversiële opinie oor het ook. Want mensen zeggen dat moet minder red tape wees. En ik zeg, je kan niet raden wat vat je weg. Dat is belasting, dat is wet, die goeders is daar. Maar ons regering moet het zo makkelijk als mogelijk voor ons maken. En ik denk hulle doen. Ik denk SARS is een fenomenale organisatie. Hulle krijg baie reg. Departement van Arbeid komt daarbij uit. En hulle maak het voor ons makkelijker. En hulle maak het voor die bezigheidseienaar makkelijker. En dit is wat eindelijk belangrijk is. Niet minder, niet makkelijker. Wat was jouw grootste lesse wat je geleerd het toe jy Bean Counter begin het? Sjo, dat is baie. En ek, en partij keer wens ek kan teruggaan en ek kan het oor begin. Maar ik denk, om je rechte cliënten te krijgen, om je rechte producten daar buiten te zetten en om je bezigheid te leven. En ik denk dat is wat het belangrijkste is van entrepreneurs. Je begint een bezigheid niet om een bezigheid te beginnen, maar je moet het rarig leven. Van je ochtend wat je opstaat tot wat je gaat slapen. Hoe krijg jij work-life balance? Krijg je dat, Ivan? Nee, jy sukkel. Ek smal weer om te travel, so ek probeer baie wegkom en week op een andere plek te gaan werken. Dat is my belangrijk. Maris, bye bye, dankie. Bye, dankie.